willen we stekkie. Ik ben blij dat u in zo'n grote getale de weg heeft willen te vinden naar de Groene Inval. Ik heet u dan ook namens het bestuur van het Stichting en het Natuur- en Milieucentrum Baren heel hartelijk welkom. De jury die heeft zijn oordeel gemaakt. Ik heb het hier op een briefje staan. En we hebben... Gelukkig hebben we weer iemand bereid gevonden om de prijzen uit te reiken. Meneer Barends, mag ik u verzoeken? Ja, dames en heren, hartelijk welkom. Het is traditie dat de Groene Inval in maart altijd aan de scholieren van klas 6, groep 6 moet ik zeggen, van de basisscholen, twee stekjes geeft. En de leerlingen moeten die dan opkweken. Nou, en ik heb begrepen dat een heleboel planten terug zijn gekomen. Dus een heleboel stekjes zijn tot wasdom gekomen. En vanmiddag heeft de jury dat moeten beoordelen. De jury bestaande uit Jouke Jansen. Wie kent hem niet, de bloemist vroeger van de Vaas Eliaslaan. Els Hartog van Groei en Bloei. En Marion van Echtdom van de Groene Inval. En hoe was de kwaliteit over het algemeen? Nou, die was beter dan voorgaande jaren volgens mij. Echt wel, ja. Absoluut, ja. En is het dus zo dat bij de ene plant meer mooie exemplaren zitten? Ja, ik vind met de fuchsias waren wat betere kwaliteit als de Sylvinias. Sylvinias vond ik over het algemeen iets minder eigenlijk. Ja. En heeft het lang geduurd voor u toch een besluit is gekomen wie er gewonnen had? Ja, we moeten even een beetje bakkeleien van wat is nou de beste. Nou, de beste komt er meestal gelijk het eerste uit. En dan krijg je wat tussen de tweede en de derde. Dat is soms wel wat lastiger, maar we komen er altijd. We zijn met z'n drieën, dus dat moet altijd lukken. Het gaat helemaal goed. Ja, en van de begonia is ook een hele mooie exemplaar. Die eerste prijs, begonia, maar die sprong er gelijk helemaal uit. Dus echt heel mooi. Ja. Nou, het gaat om vier planten. De fuchsia. Ik zou zeggen, wie kent hem niet? Een makkelijke plant. Het vlijtige liesje, bekend om de vele bloemetjes. De begonia, een van de omvangrijkste plantenfamilies. En de Sylvinia, variant van de petunia. Ik wil ook nog vermelden, dat een bijzondere vermelding zou ik haast zeggen. Dat is de heer Henk Vonk van de Aloysiusschool. Zijn groep. Daar zijn 58 stekken uitgezet en er zijn 55 planten ingeleverd. En wat natuurlijk ook een compliment verdient, is de Groene Inval zelf. De mensen van de Groene Inval die dit jaarlijks organiseren. En ja, wat nu dus tot uiting komt in de prijsuitreiking. En boven het briefje staat loon naar kweken. Dan begin ik met de begonia's. En de derde prijs gaat naar Jeffrey Scheel. Dit is het certificaat. En er hoort natuurlijk een prijsje bij. En wat snoepjes met een loepje. Een hoofdluisje, zelf te maken en een loepotje. De plant. De tweede prijs gaat naar Adinda Duursema. Ook jij krijgt een prijs, een certificaat. En een mooi boekje. Dit is de plant waar ik mee heb gewonnen. Wat een mooie grote. Ja. En wat heb je daar allemaal voor moeten doen? Nou, ik de dode bloempjes eruit halen en water geven. En ja, en ook nog als het regent, dan zet ik hem vaak onder het afdakje. Omdat anders, ja. Want bij mijn petunia zijn er allemaal, is hij een beetje, nou, sommige blaadjes zijn een beetje verkleurd. Omdat het door de regen. Dus daarom zet ik die heel vaak onder het afdakje. En ook mijn petunia. En de eerste prijs van de begonia's gaat naar Dominique de Hoop. Gefeliciteerd, hè? Het certificaat en de prijsjes, die komen er ook weer aan de piek. Dat is echt de kweekbak. De kweekbak. Hij is lief. En hij realiseert, hè? Ja. Dames en heren, en dan schakelen we over naar de vlijtige liesjes. Als derde, de derde prijs heeft gewonnen Bart van der Hoeven. Gefeliciteerd, Bart.
het certificaat. De eerste prijs bij de vlijtige liesjes gaat naar Linde Hoogland. Linde, van harte gefeliciteerd. Het certificaat en het kweekbakje. En die? En de felicitaties van Piet, hè? Ja, doe maar dingen aan anders. Ja, okay. Heel goed, Linda. Heel goed. Nou gaan we naar de fuchsia. En dat is Julia Holst. De derde prijs, Julia Holst. Julia, van harte gefeliciteerd. Met de derde prijs fuchsia's. En dan wil ik voor de tweede en de eerste prijs beide naar voren roepen. Tegelijk Esmee Schimmel en Linde Hoogland. Gefeliciteerd met de... Ja, de tweede prijs. Maar dan krijg je een eerste prijs. En anders heeft Linde de tweede zelden. Dan weer de eerste prijs. Ja, Linde, je hebt weer de eerste prijs. Maar als cadeautje krijg je de tweede prijs. En anders heb je tweede zelden cadeautje. Esmee, alsjeblieft. Alsjeblieft. En de eerste prijs. Nou zeg, jij kunt heel veel boven je bed hangen, hè? Ja. Gefeliciteerd, hè? Een zonprestatie, een groene vingers, hè? Groene vingers, dat wordt later echt een tuinierster. Ja, Linde, je hebt twee prijzen gewonnen vandaag, hè? Ja. Verrassing voor je? Ja. En welke planten heb je gewonnen? Fuchsia en vlijtig liesje. En had je al het idee van, nou, die van mij is wel heel erg mooi geworden? Ja. Ik vond hem zelf ook wel heel mooi. En dan komen we bij die plant, die variant, die hangpetunia. Dat is de Servinia. En de derde prijs gaat naar Julian van Wingenen. Oké, Julian, gefeliciteerd. Het certificaat. Hij is wel helemaal groot geworden, hè? Ja. Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Ja, af en toe omdraaien om te laten alle kanten. En ja, af en toe water geven en af en toe zon en een beetje schaduw. En heb je hem echt helemaal zelf verzorgd? Ja. Ja? Ben je meer met planten bezig of niet? Of is dit de eerste keer? Nee, niet echt met planten bezig. Nee? De tweede prijs bij de Servinia gaat naar Pauline Sluis. Pauline, gefeliciteerd met de tweede prijs, het certificaat, een prachtig boekje over groei en bloei en het kijkloepje met snoepjes. Ja hoor. En dan komen we bij de eerste prijs van de Servinia's en dat is Tessa van der Ent. Jij bent haar broer, hè? Want Tessa kon zelf niet komen. Ja. Dames en heren, dat waren de prijzen. Nee, wij zouden de wethouder graag willen verzoeken om nu de tentoonstelling officieel te openen. Die hebben we hier in ons leslokaal gemaakt. En dan mogen alle ouders het resultaat even bekijken. En u natuurlijk voorop. Dan breng ik voor de ouders. Ik geef een stekkie van de thee. Ik geef een stekkie van de fuchsia. Van de fuchsia.